Everything is okay. All right. Everything is okay. Uh-huh. Everything is okay. Welkom kijkers bij U Kijkt naar Nederland, een maandelijkse televisieaflevering over Antillianen en Arubanen in Nederland. Vandaag nemen we mee naar de Bijlmer, naar het kunstenaars-echtpaar Roy en Helen Sint-Jago. Een markant, typisch, maar vooral een erg gezellig en een vrolijk stel. Roy is travestiet en Helen heeft dat helemaal geaccepteerd. Zij heeft het niet alleen geaccepteerd, ze legt ook zijn kleren klaar en vindt niets leuker dan met hem op stap te gaan en over vrouwenkleren en make-up te praten. Op de bank, op de Bijlmer, het rijmt bijna, Helen Sint-Jago en Roy, het is eigenlijk Roy Sint-Jago en Helen Wanga, welkom in het programma op Telecurezaal. Dank je wel. Met jullie praten over jullie werk in Nederland. Je bent actief, Helen, als kunstenares. Hoe lang heb je op Bonaire gewoond? Want je bent er geboren, hè? Wel, ik ben op het eiland Bonaire geboren en toen ben ik met mijn ouders naar Curaçao gegaan. Dus toen bleef ik daar op Curaçao wonen, met de 8 maanden zo ben ik met hun geweest. Je bent er trots op, hè, dat je een Bonaireaanse bent. Echt trots, echt trots, ja. Ja. En Roy ook, Roy uit Bonaire ook? Nee, ik ben op Aruba geboren. Je bent een Arubaan? Ik ben een Arubaan. Ja, ja, ja. Nou, ik heb bijna altijd op Bonaire gewoond. Ja. Als ik naar Helen kijk, hè, je hebt kort op Bonaire gewoond, jullie gingen, dat noem je zelf, ooit een stukje heb je dat gelezen, jullie gingen remigreren naar Curaçao. Naar Curaçao. Heette dat echt zo? Het ligt vlak bij elkaar. Ja, denk ik wel, want mijn vader die had toen op Bonaire gewerkt, hè, tegen die tijd. En hun waren ook op Bonaire getrouwd en daarna zijn ze gewoon maar met de kinderen daar naartoe gegaan, naar Curaçao. Ja, ja, ja. We waren met z'n tweeën toen de tijd, hè? Mijn broertje en ik, ja. Ja. Wanneer ben jij met jouw kunst begonnen? Het is begin jaren 80 zo eigenlijk bewust, hè? Ja, want toen was ik een beetje ziek en toen dacht ik van ja, je slaapt de hele dag en je voelt je niet lekker, je leest een krant en zo, dan is het voorbij en dan denk je van goh, ik wil het toch wat doen, hè? Alleen maar slapen, dat is niks. Ja. Dus toen was ik eigenlijk bewust begonnen met een beetje tekenen, want toen de tijd al als kind van jaar of 8 zo, hield ik ontzettend veel van schilderen. Want ik herinner me thuis en zo, dan scheelde ik alle muren dat ik zie, dan scheelde ze gewoon maar en dat vond ik ontzettend leuk, hè. En mijn vader zegt altijd, Poppy, laat het verf maar staan. Ik zeg, ach ja, laat me als ik gewoon maar weg ga, dan draai ik me weer om. Dan ga ik weer zo'n verf halen in de kast, dan ga ik weer een beetje schilderen. Nou, de muren die zitten gewoon prachtig geschilderd met een hele mooie Bonaireaanse trek erin gewoon. Ja. De flamingo's, de palmbomen en zo. Hoe de zon gewoon maar echt op Bonaire, dat er gewoon echt weer rustig naar de zee gaat, weet je wel. Wat voor werk kan ik het doen? Is het abstract wat je maakt? Mijn werk is abstract, ja. Veel kleur, hè? Heel veel kleur, ontzettend kleur. Hoe komt dat over het algemeen de Antilliaanse kunstenaar gebruik maakt van erg veel kleuren? Opvallend aparte kleuren. Ik denk gewoon, de woorden die zit echt in Afrika. Want de Afrikanen, als je Afrikanen ziet hier in Nederland, ze houden ontzettend veel van felle kleur. Dus ik denk echt, de woord is echt in Afrika. En dan gaat het gewoon maar erin, hè, want de Afrikanen zijn toch naar de Antillen gegaan. Echt naar Bonaire, Aruba en Curaçao. Nou ja, meer op Curaçao natuurlijk. En nou ja, het zit in me gewoon, die kleuren. Ja, echt Caribisch, hè, typisch Caribisch. Toen jij begon, kende je Roy toen al? Nee. Nou, in de jaren 80 natuurlijk, maar toen als klein meisje, ja, ik was een kind van een jaar of 8 en zo, en 15 jaar en zo, had hij ook les gegeven op Curaçao, maar toen kende ik Roy nog niet. Want jullie hebben elkaar ontmoet op Bonaire, dacht ik? Nee, op Curaçao. Op Curaçao? Curaçao, ja. Ja. Hoe oud was je toen? Ik was toen de tijd, toen was het bijna 17 jaar, dacht ik. Wat vond je van de Roy? Ja, ik zag toen... Kwam het eigenlijk spelenderwijs, dat contact? Ja, eigenlijk wel. Want ik zag haar als eerst bij kennis van ons, ergens in een hoekje zitten.
Dan dacht ik van, oh, een mooi meisje. Maar ik heb de hele avond niks gezegd. Want ik was druk met andere dingen bezig. En op een gegeven ogenblik, een paar maanden later, zag ik haar op vakantie op Bonaire. Ik dacht, hé, daar loopt een meisje weer. Maar allemaal broers en zusters, vader en moeder. En ik was echt niet zo'n held die meteen erop zou afstappen. Hey, zo'n avondje uitgaan of zo. Dus toen dacht ik van, nou, ik krijg al wel een keer. Dat is typisch Roy. Typisch Roy. En ik dacht, ik wacht maar af. Mijn beurt komt nog. En op een gegeven ogenblik kreeg ik problemen met huisvesten op Curaçao. En toen zei mijn moeder van, ja, ik weet een plaatsje waar ik kan blijven. En toen bleek ik weer tante van Helle te zijn. Zie je wel, kwam ik goed. Dus toen kwam ik diezelfde avond, zei die tante van, bij hun, zeg ze, we gaan papa ook. Dus toen kwam ik daar en toen zag ik, dacht, hé, dat was die wijze. Ja, maar Roy, er is een moment geweest dat jij naar Nederland moest, dat jullie uit elkaar gingen. Ja. Dat was voor Helen, heb ik begrepen, een hele moeilijke periode. Ja. Ja, dat was ook een beetje gedwongen, dat ik dan, want ik heb daarvoor al heb ik 2 jaar in Nederland gewoond. Toen ben ik terug naar Curaçao gegaan, want ik was in de militaire dienst hier in Nederland. Ja. En toen ben ik een jaar, een paar maanden op Curaçao gebleven. En op een gegeven moment heeft zij me een briefje geschreven. Ja. En die werd onderschept door de tante. Ja. Maar dat briefje heb ik zelf nooit gezien eigenlijk. Maar ik weet niet wat het zo is gestaan en dat ik problemen kreeg. En toen zei dat ja, als jullie zo doorgaan met elkaar, dan komen grootste problemen. Ja. Dus toen dacht ik, ik wil haar niet in problemen brengen, dus dan ga ik maar weg. Ja. Dus toen ben ik, zei ik tegen mijn moeder, ik ga naar Nederland, dat Bonaire is niks voor mij, dus dan gaan we weer naar Nederland. Ja. Je hebt ook later dus Helen ten huwelijk gevraagd. Jij bent geweest? Nee, ik heb 2 jaar hebben we elkaar geschreven. En op een gegeven moment dacht ik, nou is het genoeg. Dus ik schreef een brief naar mijn ouders toe. Van, ik kom trouwen. Ja, maar dat moest op Curaçao gebeuren. Ja, en toen zeiden ze, het moest op Curaçao gebeuren. Want eerst dachten we met Hans kon trouwen, dat mocht niet. Mijn vader zei niks ervan. Niks van Hans doen, hij moet hier op Curaçao komen trouwen. Ja. Ja. Dus toen dacht ik, dan maar op Curaçao, geen probleem. Ja. Als we maar trouwen. Ja. Op een gegeven moment, Roy, toen kwam je het punt dat wat Helen niet wist, dat jij andere gevoelens koesterde. Mm-hmm. En daar kwamen jullie achter doordat er dus bij een verhuizing dus een koffer tevoorschijn kwam, waar Roy dus andere vrouwenkleding gebruikte. Mm-hmm. En dat wist jij niet. Nee. Hoe is dat als je dat ervaart, dat dan je man die gevoelens heeft? Want je weet, je voelt dat hij dus op Bonaire, dat is een leuk grietje. Ja. En dat is iets voor mij. Uh-huh. Dus je rekent daar niet op. Uh-uh. Hoe was dat voor jou? Nou, het eerste moment dacht ik van wie zijn deze kleding? Hij was zo stil, hij zei niks. Ik zeg, vertel me, want ik wil het gewoon maar weten. We zijn toch pas getrouwd, maar hoe kom je aan deze kleding? Zeg me, want ik wil het nu weten. Hij zei, nou, doe maar rustig aan als we gaan verhuizen. En daarna vertel ik jou wel. Ik heb gezegd, maar ik liep achter hem. Vertel me. Ik wil het weten, weet je wel. En op de duur, toen waren we thuis. We waren aan het rust houden en zo slapen dan. En hij begon te vertellen, die kleden die zijn van hemzelf. Mm-hmm. Ik heb tegen hem gezegd, nou, je kan gewoon rustig alles vertellen. Want dan gaan we gewoon maar begrip tonen eigenlijk om naar je gevoelens te kijken en zo, hè. En hij zei tegen mij, ik ben niet de enige die zo draagt. Er zijn ontzettend veel mensen die zo draagt, net als ik. En voor de rest, er zijn ontzettend veel van die mensen die ook heel veel problemen heeft. Ja. Met hun familie en zo, kinderen, zelfmoordpogingen en zo. En ik dacht, weet je wat, Roy? Je blijft niet zomaar in een hoekje echt kram achter schuilen en voor familie kennissen en zo. Ik heb je nu geaccepteerd, dus we proberen nu uit te gaan om je gevoelens naar buiten te brengen. Hè? Ja. Als familie begrip voor ons hebben, het is prima. Maar als familie geen begrip kunnen tonen voor ons, punt uit, wij moeten met z'n tweeën leven. Jij stond erachter, want je moet tenslotte samen leven. Precies.
Maar daarna is het heel anders geweest, want via via heeft familie op de Antillen gehoord, hè, dat gevoelens van Roy. Nou, mensen hebben ontzettend veel dingen gesproken, dat Roy naar een homoschool is gegaan, dit en dat en zo, dat ik ook andere mensen heeft. Nou ja, die dingen ga je niet allemaal naar voren brengen, want dat is al lang geweest. En dan moet je zeggen van, gewoon een boekje dicht sluiten, dat ze schraam. Maar ik bedoel van, kijk, ik heb het zo geaccepteerd. En toen de tijd hebben we gewoon maar gezegd tegen de familie, zo en zo zit het, gewoon rustig aan. En dan wil je hun ook gewoon niet meer lastig meevallen, hè? Nee, maar ik heb wel gezegd tegen mijn familie waren ook tegen, ik zeg tegen mijn familie, als jullie de deur voor Roy sluiten, dan sluiten jullie de deur ook voor mij, jullie dochter. En toen kwam mijn moeder naar Nederland, mijn moeder zei, oh ja, ik heb gewoon dit en dat. Ik zeg, mama, zo en zo zit het. Roy en ik, we leven heel prima met elkaar, het zit zo en zo en zo, maar we hebben het fijn met elkaar. Ja. Nou, ik heb Roy helemaal geaccepteerd. Maar toen de tijd met al die praatjes. Ja, wanneer was dat? Of wat voor tijd praat je toen? Dat is de wanneer tijd was het toen. Zo, jaren 80 of zo. Ja. We zitten weer bijna 20 jaar verder. Hè? Ja, toen de tijd. Hè. En toen was het niet zo, weet je wel. En toen was ik een beetje ziek geworden van al die toestanden. En toen heb ik gezegd: nee, Helle, kom op. Wij moeten leven met elkaar. Wij hebben geaccepteerd. Wij zijn zo. We leven zo met elkaar. Ik heb het geaccepteerd. Punt uit, maakt niet uit. Vanaf die tijd, we leven zo met elkaar. Kennissen, vrienden, familie, buren. Ze zien ons zo. Natuurlijk. Iedereen heeft ons geaccepteerd. Als we bijvoorbeeld elders uitgaan en zo. De mensen kijken naar Roy de voeten. Ze zien zo, zeggen, oh wat prachtig, oh mooi. De mensen hier buiten, als je in Belmo, heel Belmo, kennen ons zo beroemd zijn we in Nederland. We zijn echt bekende Nederlanders, echt waar. Ja. De mensen kijken, de mensen vragen ons om in de boeken te staan, tv te komen, interview hier, interview daar en zo. Nou, het is gewoon fantastisch gewoon. Ja. Roy, hoe oud was je toen je deze gevoelens kreeg? Ja, ik verklein al. Toen voelde ik al dat ik meer vrouwelijke dingen leuk vond. Poppen spelen misschien? Of toch niet. Ik heb al een soort ruwe sport gedaan tussendoor. Ja. Maar toch, dat trekte gewoon. En op een gegeven moment ben ik met 15e toen naar Nederland gekomen. En toen ga je denken, misschien ben je homofiel. En dan ga je zoeken. En dan kom je erachter van, nee, dat homofiel is niks voor me. Want ik kan niet met mannen omgaan. En ik heb zelf een hek af en toe aan mannen. Dus, dus toen dacht ik van, nou, dan moet er toch iets anders zijn. En op een gegeven moment zat ik te lezen en toen zag ik ineens een artikel in Vrij Nederland vroeger. En toen heb ik zitten lezen en dan was het open avond voor zulke mensen. En dacht ik, nou, dat zal het zijn. Dus dan moet ik naartoe. Toen ben ik met trillende benen ben ik daar binnen gestapt. We dat 20 keer heen en weer lopen. Goed, maar we stoppen even dit verder. We gaan over jullie kunst praten. Want op zich, het zijn allemaal menselijke dingen. Ja, de macho-cultuur, dat kun je wel begrijpen. Oh, maar, dat maar natuurlijk een macho-cultuur is. Ja, en dat dit daar lijnrecht tegenover staat. Ja. Eigenlijk, als je bijvoorbeeld ziet, we hebben ook kranten gelezen over Curaçao een tijdje. Hè? En het was gewoon zo dat de homoseksuele echt moeilijkheden heeft op de Antillen. Hè? Nou, ik bedoel van, iemand wordt geboren, je vraagt niet om homofiel geboren te zijn door je ouders, hè? Kijk, als je een kind krijgt, zodra ze kinderen heeft, de mensen, oh, prachtig is een dochter. Oh, wat mooi, het is een jongen. Maar wacht even. Als je bijvoorbeeld zwanger bent, hè, sommige mensen zeggen, ja, ik wil een jongen. Anderen zeggen, ja, ik wil een meisje. Je moet gewoon maar natuur en dit rustig zijn werk laten doen. Want later, dan kom je in de problemen. En ook het kind. Want ik bedoel, van als je een kind heeft, hè, uit man en vrouw, het is toch logisch bijvoorbeeld dat het gewoon de helft van de man en vrouw kan uitkomen, hè? Toch? Ja. Ik bedoel van, het moet gewoon acceptatie, die moet komen. En dat is moeilijk. Dat is de dingen dat de mensen gewoon niet bewust bij zijn. Hè? En dat is moeilijk voor de homoseksuelen op Curaçao. Dat kan ik maar echt, echt geloven. Ja. Er zijn mensen bijvoorbeeld met zulke gevoelens lopen. Sommige mensen denken, ja, de mensen gaan in drugs gebruiken, alcohol gebruiken en zelfmoordpogingen doen.
Maar ja, het kan niet alleen zijn dat iemand homoseksueel is, maar je kan ook andere problemen en andere achtergronden hebben. Dus ik bedoel van, de regering die moet gewoon maar ook bijstaan om die dingen te onderzoeken. Wees een beetje soepel. We gaan naar de jaar 2000 toe. Hè? Ik bedoel, laat de mensen een beetje lekker vrij zijn. Accepteer de mensen. Dat matje gedoelte zo, onderdrukt het een beetje. Laat de mensen gewoon maar lekker zichzelf wezen. En we moeten gewoon respect hebben voor de mensen, met hun gevoelens, hoe en wat ze zijn. En dan leven we samen op deze wereld echt goed met elkaar. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Doen jullie samen ook optreden als kunstenaars, echtpaar? Ja. Want jij doet ook aan de kunst. Ja, ja. Wat maak jij, Roy? Ja, ik maak de laatste tijd probeer ik beeldjes te maken. En als ze echt grote projecten doen, dat doen we samen. Ja, ja. Ja. Jullie promoten. Uh-huh. De Antillen promotie. Kan ik dat zo noemen? Nou, ik kan zeggen van... Ja, we proberen zo veel mogelijk de Antillen een goede naam... Ja, precies. Laten krijgen. Ja, daarom zit ook. Ja, daarom, ja, zit ja. Daarom zit ik ook hier. Ik weet het, ik weet het. De gevoelens zijn. Nee, het is zo. Als je ons als man en vrouw ziet, dan zijn we de ambassadeur en ambassadrice van de Nederlandse Antillen en Aruba. En als hij als vrouw gekleed is, dat zijn we de sterren van de universum. Mooi, hè? Ja. Ja, mooi, mooi. En jullie zijn 20 jaar eruit. Ja, ja. Jullie hebben het samen nog, het leven in Amsterdam bevalt goed? Het valt goed. Ja? Ja. Wil je nog ooit weg, ergens anders naartoe? Zeg nou, ik blijf hier wonen. We willen wel in Zuidoost blijven wonen, want we vinden Bijlmer ontzettend goed. Leuk. Het is gezellig, heel veel culturen. 90 culturen. Ja, ja, ja. 90. En ze gaan allemaal heel goed om met elkaar. Nou, ik vind dat knap, ja, hoor. Precies, ja, Er wordt zoveel kwaad geschreven en negatief. Het probleem wat hier in de Bijlmer is, heb je ook ergens anders. Ja, is ook zo. Kromme nieuwe voorbeeld. En je zou juist, omdat er zoveel culturen bij elkaar zitten, meer kunnen verwachten aan narigheid. Ja, precies. Tuurlijk is er narigheid, maar dat heb je overal. Maar ik moet zeggen, dus de Bijlmer bevalt jullie goed. Ja, het valt ontzettend goed. Eigenlijk willen we verhuizen van dit flat in Zuidoost zelf te blijven wonen. Waarom? Op medische advies moesten we verhuizen. Ja. Bloeddruk dat ik heb en de suiker, dat is daardoor. Hè? Want de liften vermijd ik, want we zijn 3 keer vast blijven zitten in de liften. Och, dus dat vermijd ik ontzettend veel. Dus daarom wil ik gewoon maar iets lager gaan wonen, dat is het. Maar ze hebben altijd hier in de Bijlmer over onze jongeren. Ja. Altijd. Maar wij zijn 2 mensen, we houden de jongens bezig. We zien ze zitten in de binnenstraat, we praten met ze, een praatje houden. Dat geeft niet. Want kijk, als je gewoon maar als een heer komt van of een vrouw komt van het lopen, je groet niet eens. Nou, dan denken de jongens ook van, moet je die zien of zo? Begrijp je wel wat ik bedoel? En wij praten heel gewoon met ze. Ze zijn ook mensen, ze horen tot onze maatschappij. En als je ze goed behandelen, nou, dan krijg je ook een goede dankjewel natuurlijk. Hè. Nee, maar er zijn veel mensen die klagen en ze proberen ook niks te doen. Niks te doen, dat kijk, is het. We hebben met z'n tweeën hebben we de jongens een keertje aan de praat gekregen van, wat willen jullie? Ja, we willen ruimte. We willen niet naar Gansehoef, we willen niet verder. We willen hier in de flat.
hebben we met z'n tweeën hebben we gezorgd dat er ruimte komt. En dan die ruimte is er, dus die Jan hebben hun eigen honkje. Dus, maar zulke dingen doen, nu zijn we weer bezig met hun, want ik wil niet weer wat anders met hun gaan doen. En dat moet ook lukken, denk ik. Heel goed. Want we willen gewoon ontzettend iets leuks doen. Het is heel, je moet het gewoon goed organiseren. Hè? We willen gewoon een hele grote discotheek hier in de Bijlmer hebben. Je moet zeggen in Zuidoost. Want kijk, de jongens, voor hun is het vervelend als je naar de stad gaat, dan moet je terugkomen, dan moet je op de nachtbus wachten. Hè? Dat is een beetje te. Ik bedoel, als we hier iets hebben, dat is gewoon prachtig, maar dan moeten we gewoon naar de gemeente lopen om dat allemaal voor zijn neus te zetten. Om te zeggen, nou ja, moet je eens kijken, dit en dat is zo, laten we dat doen. Soms zeggen ze, ja, het kan, maar ja, dan vragen we wel ontzettend te veel handtekenen om het te realiseren. Ja. Hè? Maar als de gemeente zegt, nou nee, dat kan niet, ik zeg, nou, u moet niet omdraaien, u moet gewoon nu beslissen. Want als je zo gaat omdraaien, dan geef je zelf de jongeren kans om op straat te gaan, om baldadigheid te gaan doen en te gaan organiseren. Ja, ja. Dat is het. En ik bedoel, de jongeren, ze zeggen altijd, jongeren komen hier, dit en dat vanaf de Antillen. Als ze van de Antillen komen, dan moeten ze goede informatie gaan vragen op Curaçao, voordat ze hier komen. Want als je hier als echt, als een jongelui komt, dan heb je geen familie, dan heb je gewoon kennis of die en die, dan ga je ermee zitten. En op den duur dan zeggen, oké, het is moeilijk, heb dit en dat en zo. En dan hoor je ook vaak bij de jongens en zo, ze klagen soms bij mij. Dan zeg ik, ja, je had eerst informatie moeten zoeken voordat je hier komt. Want kijk, het is moeilijk. Hè? En ik zeg altijd, Mijn punt wat ik zie is zo bijvoorbeeld, ze moeten hier komen, maar ze moeten toch bijvoorbeeld, als vroeger gingen ze gewoon bij een Hollandse familie wonen of een gewoon Antilliaanse familie, maar mensen die echt stevig in hun schoenen staan om die jongelui te begeleiden. Begrijp je wel wat ik bedoel? Ik begrijp het heel goed. Dat is het eigenlijk, ja. Nou, jullie doen er ook veel voor. We doen er heel veel voor, ik moet zeggen, ik vind het leuk dat ik hier was. Ja. Heel ja. bijzonder vandaag. Ja. Ik wens jullie beiden nog erg veel sterkte, gezondheid en samen veel plezier. Want daar gaat het alweer mee. Ja. Dank bedankt, hè. En een papiamento, een groeten in papiamento. Wat zeg je? Oh, dat wordt afgenomen. Oké, maar. Papiamento. Puedo me taquera de unos saludos, la gente Antillas y Aruba. Na toen ons familie nou. Ik kan ons hier nou. Ja, Roy? Ja. Pauw, dat is een kost. Roy, we zijn dus gewoon verlegen nou. Oké, okay, oké. Okay. Helen en Roy, Masje, dank je. Welkom. U kijkt naar het programma U kijkt naar Nederland. Een maandelijkse televisieserie over in Nederland wonende Antillianen en Arubanen. Deze keer waren wij te gast bij het kunstenaars-echtpaar Roy en Helen Santiago in Amsterdam. Ik wens u nog een hele prettige dag verder en graag tot de volgende eerste zondag van de maand. Graag tot dan.